deze nieuwe video van Bolster. Vandaag komt er een meneer of een mevrouw te kijken voor de elektriek. Wat bedoel ik daarmee? Omdat hier in het kamertje, nu gaat dat waarschijnlijk aangaan, ik heb dat, ik het daar niet aan, zodat je kunt zien boven. Zie je? En dat is natuurlijk heel vervelend, maar we hebben ook al dikwijls, we hebben hier spots. Veel mensen misschien niet weten, we hebben die spots. En in de keuken hebben we dat ook. En daar zitten ook nog wel wat problemen eigenlijk. Wat bedoel je daarmee? Dat je toch wel heel rap springen eigenlijk. We hebben dat hier in de keuken ook. We hebben hier een spot. Ik ga even het licht aansteken. Misschien gaat hij dat nu wel doen. Ja. Maar nu doet hij het wel. Maar een paar dagen geleden. Deze spot. Die kwam pas een uur. Een paar minuten later aan. En dat is natuurlijk niet goed. Dus besloten de begeleiders om iemand te laten komen. Om eens te kijken wat er nu precies aan de hand is. Want ja, het is natuurlijk niet leuk. 'S nachts. Of 's avonds je naar boven moet, het is donker. In de winter is het dan iets rapper donker. En je hebt geen licht, dan is dat heel gevaarlijk natuurlijk, omdat dat natuurlijk niet goed is. Dus gaan ze nu proberen te kijken wat ze eraan kunnen doen. Dus ik ben eens benieuwd wat die meneer of die mevrouw gaat zeggen van de elektriek. Want ja, dat is natuurlijk niet normaal. Zoiets. Zelfs aan de tafel hebben we zelfs geen licht meer. Dus ja, en de helft van de spots die je ziet, ik weet niet hoeveel erin zitten, ik heb ze nog nooit geteld, doen het niet. Dus er doen er maar een paar eigenlijk hier ook. Ik zal het even laten zien voor jullie. Hier zitten er nu 1, 2, 3, 4, 5 heb je er hier. Zodat je kan zien, heb je er hier 5. Wacht, ik ga proberen. Ja, je ziet het nu wel een beetje beter. En je ziet, er zijn er een paar die dus niet branden. Dat zijn die twee daar. En dat is natuurlijk ook niet normaal. In die hoek zit er een spot, die doet het niet. Dus ja, dat is niet normaal, hè. Dus snap je een beetje het verhaal waarom dat er iemand komt. Dus ik ga het nu wel zien wat er moet gebeuren. Dat is natuurlijk moeilijk altijd, want je kent die mensen niet. En ja, die weten ook wat ik heb. Dus is dat niet gemakkelijk voor de nieuwe kijkertjes die nu juist binnenkomen, die nog nooit mijn vlogs hebben gezien. Ik heb namelijk autisme en een verstandelijke beperking. Dus dat is niet gemakkelijk om vreemde mensen aan te spreken. Je zit er ook niet op voorbereid, dus dat is heel moeilijk. Dat is ook heel, dat brengt ook heel veel stress mee. En de laatste tijd, als ik heel veel stress heb, heb ik heel moeilijk om mijn woorden te verwoorden. Of hoe zeg je dat? Dus ben ik al een beetje stress. Maar we gaan het wel zien wat er precies allemaal gezegd wordt en hoe dat die meneer is ingelegd door de begeleiders. Maar het geeft wel wat stress natuurlijk. Dus ik ga nu even naar de wc. En ik hoop dat alles zo goed loopt, dat ik dat wil lopen. Maar je hebt dat natuurlijk niet in de hand. Je weet ook niet welke meneer het is. Je weet ook niet of mijn vrouw van hoe en dit en dat. Dus ik ben wel een beetje gestrest, om eerlijk te zijn. Kijk, even het heel opgemaakt, zie je. Ja, dus. En dat doet hij nu ook beneden. Dus. Dus zo ziet het eruit van binnen. Dus ik hoop dat het dan wel mag zien. Je ziet het ook. En dat is voor het licht. De bovenste knop. En de onderste is voor de onderste. Ja, zet hem maar aan. Niets. Nee. Oké. Okay. En dan weer aan. Oké. Okay. Dan gaan we nog eens kijken. Waarom dat is? Wat er nu aan het doen is aan het meten wat er moet gebeuren. Die zwarte staat trouwens geen stroom, mensen. Dus dit zijn de lichtjes. Speciaal, hè. Dus hij gaat nu ook. Dus hier. Dus je hebt hier dus. Ja, ik ga even. Ja, dat kan ik niet. En zo hangt hij natuurlijk weer. Zo, ziet dat? Dat doet het niet. Dus hier heb je dat lichtje. En hij gaat dan nu bekijken hoe komt dat dan die brand, wat je dan in beeld hebt, ja. En dan gaan ze nu bekijken. Dus ik ga Enzo even afhalen. Het is helemaal licht, mensen. Er is licht in de duisternis. De allereerste keer dat we hier 10 jaar wonen en dat er is voor de eerste keer licht. Het klinkt misschien raar, maar het is zo. Ik
echt wel heel, het loopt echt wel heel goed. Dus een goede meneer is nu aan het kijken voor de spot. Dat je kunt zien, omdat dat kan oplossen, maar je doet dat wel. Want zijn er 15, heeft hem gezegd, 15 spots. En er branden er 1, 2, 3, 4, 5. Ja, die brandt ook, 6. 6 van de 15 spots branden er. Reken er maar uit, hè, hoeveel er dan niet branden. Eigenlijk. Dus ik ben wel blij dat deze meneer dat gaat maken. Van Meersman was het, denk ik. Dat hij zei. Dus top, hè. Dus zeer goed werk dat die leveren. Zeer goed werk. Dus wat is er nu allemaal gebeurd? Dus hij heeft dus deze schakelaars niet vervangen, maar gewoon gemaakt, zodat ik deftig naar boven kan gaan. En ook boven heb ik na zoveel jaren eindelijk licht. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ik denk dat je daar wel nog even gewoon... Nu maak ik geen donkere opnames meer. Voilà. Dus nu heb ik hier eindelijk licht. Nu kan ik eindelijk zeggen, wauw, hé, wat licht maken. Hoef ik niet elke keer die gordijn eraf te halen om wat licht te krijgen. Hij zei ook, die meneer die er geweest is, want er is een meneer geweest. En die heeft voor mij, ik heb dat licht ook allemaal proberen maken. Dat was toen mijn mama leefde nog. Die heeft meer dan €300 gevraagd. En die kat, die weet niet wat er gebeurt. Komt er een licht in, zie. En die heeft dus, ik zal het u uitleggen, hij heeft ook uitgelegd aan mij. Dus hij heeft dus die dingen niet goed gedaan. Hij heeft het heel ingewikkeld gemaakt, maar die meneer kon er toch aan uit. Dus hij heeft het rode, wat dat dient voor gevaar, groen gemaakt. En al die kabels veranderd van kleur en zo, dingen allemaal. Heel veel kabels bijgestoken, dat ook niet nodig was. Dus die heeft heel veel geklunnerd en gedaan. Dus, maar ik ben wel blij dat het opgelost is eigenlijk. Binnenkort komt hij trouwens ook nog eens terug. Hij heeft nu naar de begeleider gestuurd, de windvoerder, om te vragen of hij beneden dus die ronde, ik ga het even laten zien, dat is misschien gemakkelijker, want ik denk wel dat dat leuker is als je dat kunt zien. Dat is ook wel gemakkelijker voor de vlog, ik moet even uitleggen, denk ik dan. Ja, je gaat een donker naar beneden, zou je nu zeggen. Ja, dat is van gewoonte. Dus je ziet hier, pak deze even. Je ziet daar die rond. Even met mijn arm. Daar zie je die ronde. Die wil hij nu. Die heb ik gevraagd wat het dan mogelijk is om te veranderen in het wit. Waarom? Omdat je hier zie je, daar hoeven eigenlijk van die ringsjes in. Die ringsjes die heb ik niet meer. Waarom niet? Zou je zeggen, ja. De meeste heb je natuurlijk wel, maar die vorige die hier woonden, die, toen was het eigenlijk al zo. Hey, die dacht van ja, dat marcheert toch niet. En hier heb je dat dus ook. Zodat hij eruit hangt. En dus kan hij dat dus vervangen. En hij heeft dan gevraagd, het zijn er 15 namelijk. Of wat hij dan mag doen, dat moet allemaal gevraagd worden. Dus ik ga hem nu vragen. Waarom dat dan moet gevraagd worden. Dat zal ik je nog wel eens een keertje uitleggen. Dus bij wel eigenlijk bij blij. Ik ga er denk ik nog een TikTok van maken. Dat wordt dan misschien weer populair. Zoals ik mijn spaghetti die ik gisteren heb gemaakt. Mensen maken de spaghetti. Ik had mijn spaghetti bolletjes gekookt zo in het water. En dat was helemaal gaar en alles. Maar mensen vinden het toch leuk om mijn spaghetti slecht te maken. Maar dat maakt niet zo uit. Dus ik ben wel blij dat het opgelost is. Ik heb nog een extra lamp gekregen. Ja, gekregen, die hoef je natuurlijk al te halen. Ja, ik ben er wel trots op. Dus deze mensen echt waar Meersman. Is een bedrijf, ik maak, als het goed is maak ik reclame. Die mag je zeker vast bellen, want dat is op 43 minuten alles opgelost. Dus ik ben er wel blij mee, dank je wel daarvoor. Dus ja, zo hopelijk vonden jullie dit een leuke video, zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.